zo verkeerd over? Holy damn. Is het jouw bedoeling ook om niet geëerd te worden? Bel dan nu 0906528. Hallo mensen van GamesBay. Waarschijnlijk gaat Luigi nu een level omhoog. Dus dat hoop ik. Ja, baby Luigi gaat een level omhoog. Nice. Dat hoopte ik al. Wat gaan we bij hem omhoog doen? Ik denk power. Of stash. Trouwens, volgens mij is stash geluk. Ja, dat gaan we doen. Holy damn. Dat is mooi veel. Dus ja, dat vind ik dan wel een goede keuze, Sander. Ja, ik ook. Nou, mooi, hebben we dat ook weer klaar. Dat waren we namelijk de vorige aflevering aan het doen. We wouden de baby's alle twee eventjes level 12 krijgen. En dat is dus gelukt, zoals jullie nu merken. We gaan nu eventjes healen. En dan gaan we verder met storyline. Vorige keer hebben we niet echt veel storyline gedaan, omdat ik een beetje vast zat en zo. Ja, weet je, ik ben een sukkel. Laten we het daarmee ophouden. Vorige aflevering is niet echt waard om het terug te kijken. Het is ook een iets kortere aflevering. Dus ja, weet je. Ja. Ja, dat is je meest niet heel erg veel. Dat probeer ik gewoon al een jaar te zeggen. Nee, ik probeer het al niet een jaar te zeggen. Wel twee. Nee, nee joh, GA. Rustig, man. Ja, nee. Oké, what the fuck. Oh, hij lagt. Ik denk al, hij lagt. Maar ik heb speed aanstaan nog. Oké, nou ja. Dat mag, denk ik. Dat mag. Oh, shit. Oh, wacht. Het gaat goed, Sander. Het gaat goed. Niet shitten voordat het slecht gaat. Oh, goeie tip. Wat we gaan doen is, we gaan op hem. Ja, ik vind dry bones vind ik kutter, want dan moet ik beter opletten. En drie keer raden waar ik nou slecht in ben, opletten. Oh, dat was wel mooi en lucky, dus ja. Oh, zie, dat bedoel ik. Dan zit ik zo. Ja, ik bedoel precies dat. Je zag hoe fout het ging? Nou, dat klopt. Het ging fout. Ja, en net als de meeste YouTube-titels, hè. Ik ben ook goed in YouTube-titels nadoen. Zoals YouTube is stelen. Oh, van wie is dat dan een YouTube-titel? Ja, van mezelf. Daarom kan ik die ook heel goed nadoen. Ja, ik doe natuurlijk ook geen titels van andere mensen na. Hè. Die kan ik niet nadoen. Ik verzin zelf gewoon titels die ik na kan doen. Zodat ik dat kan zeggen. Dan staat er op mijn cv. Kan zijn eigen titels van zijn eigen YouTube-kanaal GamingSB nadoen. Niet dat het daar zoveel ruimte op mijn cv nog staat. Want ik heb natuurlijk heel veel mensen geholpen. En ik heb allemaal dingen uitgevonden, joh. Dus ja, ik heb Assassin's Creed al uitgespeeld. Dus ja, dat staat er natuurlijk ook allemaal op. Dus ja, heel veel ruimte is er niet echt. Maar hè, als er ruimte zou zijn, sowieso dat erop zou staan. Ja, sorry jongens. Ik heb gewoon weinig ruimte op mijn cv. Ik heb misschien wel helemaal geen cv. Nee, ik heb wel een cv trouwens. Ik heb ooit een keer, dacht ik, hey, solliciteren, leuk. Was helemaal niet zo leuk, want het baantje is niet leuk. Dus ja, dan is solliciteren ook niet zo leuk. Of nou ja, op zich, solliciteren zelf hoeft dan niet leuk te zijn. Maar snap je wat ik bedoel? Nee, oké. Ik heb trouwens ook één brosflower gebruikt vorige keer. Dus dan weten jullie dat. Ja, dan weten jullie dat ook weer. Hè, dat is ook mooi. Ik heb nu gewoon zin om niet zo heel erg langdradig bezig. Oh, dat deed zo weinig. Waarom deed dat zo weinig, guys? Iceflower. Ik ben wel benieuwd naar iceflowers. Dus, let's go. Even kijken hoor. Even kijken. Kan het hun ook bevriezen of zo? Of wat is dit? Ik heb geen idee. Ik heb nooit iceflowers gebruikt in deze chat. Chat? What the fuck, Sander? Ah, weer hè. Ik ga gewoon springen en dan hoef ik niet te springen en dan doe ik het wel. Oh, ik ben echt een sukkel. Ja, oké. Nu moet ik wel springen, hè, Sander? Eventjes. Ik ben een sukkel. Dat ging fout. Daarom ben ik een sukkel. Oké, let's go. Nice, een lucky. Lucky. Ja. En volgens mij heb ik dat al een keer verteld, maar zo heet mijn kat. Ja, één van mijn katten dan. Ik heb er meerdere. Wat? Oh, dat hoeft helemaal niet. Nu moet het wel. Kijk, dat bedoel ik. Het is zo verwarrend. Waarom maken ze drybones zo verwarrend? In de Mario en Luigi is die... Super Mario op de DS en zo is die veel makkelijker. Ja, veel minder verwarrend gewoon. Dat is wel een dingetje van drybones. Dat die minder verwarrend is.
Drybones is ook echt een van de enige personages waar je geen fireball op kan doen in, hoe heet het? In New Super Mario Bros. Games. Dus ja, dat is een leuk feitje voor als je dat nog niet wist. Als je dat wel wist, gefeliciteerd. We gaan trouwens eventjes let's go. We gaan even teruglopen. Want dan zijn we bij die heal blok. En dat heb ik wel even nodig. Want ja, healen is altijd fijn. Dus ja, hè. Oké. Nou, mooi. Sander, ik ga nu wel alleen met deze mannen. Maar ik weet niet of de rest dan ook geheeld raakt. We kunnen altijd even kijken. Nee. Nee, we moeten ook gewoon per se met hun. Oh, shit. Hoek. Oh ja, we komen natuurlijk hier met dat ding. Tuurlijk, Sander, je bent een sukkel. I know. Maar dat zeg ik zo vaak, hè. De laatste tijd, ik merk het gewoon zelf al dat ik het vaak zeg. Kun je nagaan. Maar dat komt omdat ik gewoon ook echt slecht bezig ben heel vaak. Laten we eventjes zeven. Ja, niet dat er veel veranderd is. Is er veel veranderd? Nee, er is helemaal niks veranderd. Nou ja, qua levels dan, hè. Ik bedoel, we hebben wel wat mensen verslagen. Dus qua XP. Ik zei verslaan en verslagen door elkaar. Dat heb ik vaker. Dan zit ik iets te zeggen, maar dan zit ik al in mijn hoofd zit ik al verder in de zin, zeg maar. Waardoor ik het mix of zo. Ik weet het ook niet. Ik ben ook gewoon een beetje raar. Maar ja, weet je. Sorry. Spijt me. Oh, shit. Oké. We gaan. What the fuck, Sander? Dat was gewoon echt zonde. Oké. Oeh. Ja, nice. Daar ben ik wel beter in. Om die terug te keren, zeg maar. Dus ik vind het wel nice dat we die net kregen. Die slaan, zeg maar. Ik hou wel van slaan. Vooral geslaagd zijn, zeg maar. Dat vind ik wel fijn. En dan bedoel ik niet in zo van, auw, dat deed pijn, je sloeg me. Maar meer in zo van, oh, hey, ik ben geslaagd. Ik mag nu door naar TL. TL, ik heb nu TL gehaald. Of HAVO, of VMWO. VMWO. Sander, echt hoor. Ik ben echt een sukkel. Ja, dat is niet hoe het hoort te zeggen. Het is VWO of VMBO. Ja, volgens mij is het. Ja. Ja, het is ook ingewikkeld hoor. Maar dat gebruik ik alleen als excuus. Zo van: hé, hey, Sander. Het geeft niet dat je het fout deed. Ja, nou, mooi. Fijn voor je. Ik zit ook al helemaal niet meer op VMBO. Dus ja, weet je. Het boeit me ook niet veel meer. Want ik heb er toch niks meer mee te maken. Oké, speed moet echt omhoog. Maar volgens mij. Is het probleem dat je daar heel weinig. Ja, je hebt hier heel weinig kans op. Wat doen we? Yes, 3. Oké, dan heeft hij iets meer speed. Dat is altijd handig. Speed is wel handig. En op het moment dat ik dat zei, keek ik naar het hoesje van Need for Speed Carbon. Een serie op mijn kanaal. Zeker even checken. Hey. Zelfpromotie. Ja, oké. Even kijken hoor. Even op hem. Ik wou op hem springen. Spring op hem. We gaan jumping, jongens. Kennen jullie dat nog? Jumping, die hype van 2000 jaar geleden. Het was niet 2000 jaar geleden, want toen bestond ik nog niet. Maar als het zo was, dan was het wel heel oud. Nee, maar het is wel echt al een hele tijd geleden. Ik weet nog dat er was zo jumping. En er was zo'n YouTube video van geanimeerd van SpongeBob die aan het jumpen was. In de krokante krab. Zo van, ja, dat is wel, zeg maar, goeie. Ja, dat is wel dingen die je nodig hebt in je leven. Dat is wel echt waar. Zonder dat was ik niet dood geweest. Ja, nee, dat is echt waar. Maar niet heus. Ja, ik vond het wel een leuke video. Ik weet niet of die nog op YouTube staat. Vast niet. Ik weet ook nog. Op YouTube. Echt vroeger keek ik heel veel van die kattenvideo's en zo. Dat vond ik helemaal geweldig. Ik vind katten nu nog steeds geweldig. Maar ik kijk nu niet zoveel kattenvideo's. Maar dat waren dan van die funny cat dingen. Alleen eigenlijk was het gewoon leedvermaak. Dus weet je wel. Dan laten ze zo een kat zo'n lichtje volgen op de muur. En dan springt hij zo achter de bank en zo. Dat ik echt denk zo van Sander, dat is gewoon een leedvermaak, gast. Ja, en nu vind ik dat gewoon echt zielig. Maar ja. Oh, laatst was er ook zo'n filmpje van zo'n meisje. Die was zo met haar kat aan het dansen. En ineens heel random gooit ze die kat achterover. Dat ik echt denk, yo, gast, denk even na. Nou is het een klein meisje, dus dan vind ik het niet erg. Nou, dit komt zo verkeerd over. Holy damn.
Ik bedoel, zo van, die snappen dat niet. Ik bedoel, vroeger trekte ik ook een kattenstaart. Maar, oh, dit komt zo verkeerd over. Dit gaat fout. Guys, dit gaat echt de verkeerde kant op zo. Ik ben een sukkel. Daar komt het op neer. Dat was misschien niet het slimste om te zeggen. Oké, we zijn laag HP, dus dat is niet echt heel erg handig. Maar, hé. Hey, weet je, het gaat oké. Het gaat oké. Ja. Nou, go. Ah, shit. Nee, dat was helemaal niet mijn bedoeling om gehit te worden. Is jouw bedoeling ook om niet gehit te worden? Bel dan nu 0906-528. Ook ineens 528. Zo van, what the fuck, Sander? Je zegt de hele tijd 090 en dan ineens 28. Dat past zo niet. Nu is Mario dood. Misschien had je dat door, hè? Het staat wel, zeg maar, in beeld en zo. En ja, jullie kunnen ook wel een beetje kijken. Ja. Ik zit echt te twijfelen, weet je wel, over wat ik net heb gezegd. Aan de ene kant denk ik, hey, het is wel een leuk stukje, aangezien ik hou wel van als ik dingen verspreek, waardoor iets fucked up is. Maar dit is wel zo erg fucked up, dat als je het puur out of context, bekijkt, dat het best wel, pedo overkomt. Nou, wil ik niet zeggen dat kinderen, dat er iets mis is met kinderen, maar, weet je, ik bedoel trouwens ook niet pedo, ik bedoel pedofiel. Heel veel mensen snappen dat verschil niet, hè, dat is zo ergelijk. Want als ik zeg van, ik ben een pedofoob, dan haat ik kinderen. Maar heel veel mensen denken dan dat je pedofielen haat, maar dan zou je pedofielfoob moeten zijn. Ja, want viel is houden van. Vandaar ook pedofiel en homofiel. En foob is niet houden van. Maar mensen snappen niet dat... dat is gewoon irritatie van mij. Sorry guys. Maar weer irritaties van mij. Was dat de vorige aflevering of was dat nog een aflevering terug? Weet je wat? We kunnen gewoon mushroom drops gebruiken. Die zijn veel handiger. Oké, ja. Dit is wel goed zo. Oké, let's go. We gaan hierop eventjes kijken. Even daarin. Ik hou wel van in buizen gaan en zo. Ja, vind ik wel leuk. Nou, even kijken wat hier is. Waarschijnlijk weer heel veel battles en zo. Weet je? Waha! Wat waha? Rot op met je waha! Ik weet oprecht niet wie... Ah, is dit een boss battle? Nee. Oh, help. Pew. Ik dacht echt eventjes... Ah, er is een rode. De rode, hebben we die al... Was die niet al... Bij die ding aan het duwen. Volgens mij wel. Ouch. Dark 2. Wat? Huh? Donker ook? Ook donker. Huh? Huh? Nee, serieus. Huh? Ik snap het niet meer. Oké, bladibla. We snappen het. Het laat zien waar het naartoe gaat. We moeten ze volgen. Oh nee, dit is foute boel. Wel, I'm... Stump, there's an egg factory in this beast. Torso cavity. This is file troop work. We must do whatever it takes to free the captive Yoshis. Ja, ben ik het wel mee eens. Ik hou wel van Yoshi. Ja, niet op een verkeerde manier, maar gewoon... Ja, leuk personage. Not only that, we need to find Bowser and his... Precious Belly. Back to Adventure. Ja, eindelijk. Ik bedoel, ik vind wel... Hij zegt zo vaak Back to Adventure. Terwijl hij degene is die het hele avontuur stopzet. Zo van... Guys, what the fuck. Ik zeg toch ook niet... terug naar de video. Terwijl ik de video terug... Oh, wacht. Dat doe ik ook. Laat maar. Ik snap het al. Oh, nice. Oh, nee. Nu vechten we alleen met de baby's. Ik druk de plank op X en Y. Pokémon X en Y. Nee. De knoppen X en Y. Ja. Weet je. Ik vind het allemaal hartstikke leuk en zo. Maar ja. Pokémon X en Y heb ik echt nog nooit gespeeld. Of nou ja. Ja. Ik heb hem wel gespeeld. Maar niet als in echt uitgespeeld. Zoals. Kijk. Sun and Moon kun je zeggen. Die heb ik gespeeld. En. Daar wil ik het even niet over hebben. Voor de mensen die het niet weten, ik heb echt een hekel aan de Pokémon van Black and White. Niet aan alle Pokémon, tuurlijk niet. Maar wel de meeste. Ik weet niet, ik vind dat gewoon zo'n slechte regio qua Pokémon. Gewoon, ik weet niet wat het is, maar het is
Die Pokémon, het komt zo op mij over van, hé, we hebben geen inspiratie meer, dus we maken een Klinklank en een Swoobat die gewoon exact hetzelfde is. En een Buffaland en ja, wat exact hetzelfde is als Tauros eigenlijk. Ja, en een ijsjes Pokémon, dan merk je wel van, ja, weet je, ze weten niks meer. En nu merk ik wel weer van, het gaat weer de betere kant op. Nee, we gaan direct, ik denk we worden direct gehit bij die Dry Bones. Maar dat viel mee. We worden alsnog gehit. Ja, dat is niet wat ik wou. Dit gaat fout. Gaat het fout? Nee joh. Tuurlijk niet. Ik speel dit spel, ja? Dus dan gaat het nooit fout. Oké, dat was sarcasme. Dat was sarcasme. Ik bedoel, jullie weten hoe vaak ik Game Over screen heb gezien. Daar waren jullie zeg maar bij. En dat is wel waar. En dan heb ik nog niet eens alles laten zien, hè? Kun je nagaan. Oh shit, ik doe ook gewoon niks meer. Dat bedoel ik, die zijn zo verwarrend, die dingen. Was dat deze aflevering dat ik dat vertelde? Of was het vorige aflevering? Ik weet het ook allemaal niet meer. Maar ze zijn verwarrend. Oh jawel, dat was wel deze aflevering, volgens mij. Dat was wel deze aflevering. Toen zei ik nog, ja, vorige aflevering niet veel gedaan. Of wat? Of niet? Ik heb geen idee meer. Ik ben helemaal flabbergasted, zoals ze dat heel mooi zeggen. Nou ja, ik weet niet of jij dat mooi vindt, maar ik vind het mooi. En dan is het mooi. Ja, eigenlijk is het best wel raar dat wij heel vaak zeggen, oh, dit is lekker, of, oh, dit is mooi. Nee, dat is een mening, gast. Doe even normaal. Weer irritatie, ja. Ik heb de laatste tijd echt over irritaties, alsof ik me ergens aan irriteer, gewoon. Nou is dat meestal met irritaties, maar ja, ja, het is wel waar. 6 HP eraf. Ja, weet je, het kan meer. Bam. Boom. Ik zeg het heel vaak. Als dat ding komt, zeg ik heel vaak bam of beam of boom. En ja, weet je, dat is, ja, dat is gewoon waar. Kan ik ook niks aan doen. En gaat Mario level omhoog? Ik weet echt niet meer. Ja, oh, baby Mario. Ik dacht gewone Mario, maar nee, schijnbaar niet. Ik denk dat we gaan voor, ja, HP. Oh, hier zijn zoveel goede ogen dingen. Dus ja, dat moest wel. Sorry jongens, maar dat moest echt eventjes. Oké, we gaan eventjes 2 mushroom drops geven. Dan is iedereen bijna full health. Dus ja, weet je, bijna full health. Bijna niet full health. Oh, we hebben nu ook nog een battle. Net nu ik de aflevering wil afsluiten. Ik ben een sukkel. Ja, bam. Zie je, deed ik het weer, hè? Ik deed het weer. Ik doe het ook gewoon ongemerkt eigenlijk. Ken je dat? Van die dingen die je dan ongemerkt doet? Ik heb het ook wel eens. Dan luister ik muziek en dan ineens zit ik hardop. En dan denk ik, wacht even. Vanaf hoe lang ben ik al hardop aan het zingen? Het is een soort automatisme of zo. Maar ja, ook weer niet. Want ja, soms doe ik het natuurlijk ook wel expres. Maar ja, ik vind dat wel apart. Hoe je sommige dingen gewoon automatisch doet, zeg maar. Dat is, ja, dat vind ik best wel apart. Ja, mag dat? Mag dat? Nee, dat mag niet. Oh, oké. Oké, dan niet. Nou is het voor mijn omgeving niet zo fijn dat ik soms hardop zing. Want ik kan totaal niet zingen. Dat kunnen jullie weten. Check mijn soort gameplay parody. Of mijn titelsong. Teamsong. Ja, ik weet niet hoe ik hem heb genoemd. En moet ik dat trouwens weer doen, een titelsong? Het lijkt me wel leuk om nog weer een keertje te doen. Maar ja, weet je, nu eventjes niet. Ik ben nu eventjes veel drukker bezig met nieuwe series starten en oude afmaken. Weet je, ik weet niet, ik ben nu niet zo bezig met andere projecten. Ik ben nu vooral bezig met de series die nu lopen. En ik vind het gewoon, ik moet wel zeggen, ik vind het wel echt weer lekker. Ik weet niet, ik heb sinds 2017 heb ik echt het gevoel van, ja, het gaat weer lekker met mijn kanaal. En dat is niet eens zo van abonnees, al had ik er laatst wel ineens echt 7 bij. Alles wel, ook al wel weer een tijdje geleden. Maar Baby Luigi is ook weer level omhoog. Ja, ik weet niet, het gaat gewoon lekker bij mij, vind ik. En bam, 2. Jammer, ik had gehoopt op 5. Maar hé jongens, hierbij sluit ik de aflevering af. Dus vond je dit een leuke video, doe dan een blauw duimpje omhoog. Zo niet, vertel even waarom. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een gloednieuwe aflevering. Laters.